Mevrouw de minister, een kleine 2 weken geleden kreeg de sector van de contactberoepen goed nieuws. Ze hadden opnieuw een sprankeltje hoop. Want de regering die verkondigde namelijk dat ze op 13 februari zouden kunnen heropenen als de coronacijfers op dat ogenblik goed waren. Media Geile, viroloog van Ranst, die liet vorige week echter weten dat er totaal geen perspectief is voor de kappers en andere contactberoepen. Totaal onrespectloos trouwens, want door deze gedwongen sluiting hebben kappers, schoonheidsspecialisten, massagesalons, noem maar op, het heel moeilijk, zowel mentaal als financieel. De overheid die geeft wel steun, maar die steun is voor die zelfstandigen niet voldoende om van te leven. En die is niet voldoende om tegelijk de huur van het pand, de andere van de vaste kosten en dergelijke mee te betalen. En het kan zo echt niet verder nu. Die kosten die lopen maandelijks op tot 5000 euro zonder dat er 1 euro kan verdiend worden. En wat doen ze nu? Ze moeten geld halen van hun spaarrekening. Of als het van de bank afhangt, dan moeten ze zelfs de rekening van hun kindjes plunderen. Waardoor bij velen het faillissement dreigt, want het geld is op. Nu, wat stellen ze vast? Ze stellen vast dat de medische contactberoepen, hun collega's dus, de tandartsen, de kinesisten, dat die wel mogen werken. En de niet-medische contactberoepers die begrijpen dat niet, want de logica hier is ver te zoeken. Want ze hebben geïnvesteerd in mondmaskers, ze hebben geïnvesteerd in plexiglazen, ze hebben geïnvesteerd in alcoholgel. Ze doen er letterlijk alles aan om de afstand tussen die klanten te kunnen bewaren. En ze willen opnieuw aan het werk. Ze hebben ook na de eerste lockdown bewezen dat ze veilig kunnen werken. En daarom, mevrouw de minister, willen ze die kans krijgen voor het te laat is. Dus ik heb 1 vraag voor u. Zal u vrijdag het overlegcomité adviseren om de contactberoepen met vaste plaats en die aan huis te laten heropenen? En zal u ook pleiten voor werkbare en haalbare veiligheidsmaatregelen? Ja, bedankt mevrouw de minister voor uw positief antwoord. Ik kijk er naar uit om naar de kapper te gaan, u waarschijnlijk ook. En de kapper die kijkt er ook naar uit om u en zoveel andere vrouwen nog mooier te maken. Maar als ze terug open gaan, dan zal dat niet op volle toeren zijn. U heeft er daarnet zelf naar verwezen, er zijn die strenge voorwaarden. Er moet afstand gehouden worden, de klanten moeten buiten wachten, er moet verlucht worden tussendoor, er moet ontzwet worden, de handdoeken moeten ververst worden, de klanten worden beperkt, noem maar op. Waardoor dat dus de kappers en ook de anderen, de schoonheidssalons, noem maar op, waardoor dat die veel omzetverlies zullen lijden. Omdat er natuurlijk veel tijd en ook veel geld gaat naar die extra tussenstappen die noodzakelijk zijn voor een veilige werking. U mag ook niet vergeten, niet iedereen is gelijk. De ene werkt met personeel, de andere werkt alleen. De ene huurt een pand, de andere gaat aan huis. Dus de sector vraagt eigenlijk terecht naar een aanpak en een tegemoetkoming op maat om dat omzetverlies dat zij zullen lijden te compenseren. Dus mevrouw de minister, bent u ook bereid om dan na die heropening de steunpakketten te bekijken in functie van de verschillende kostenstructuren? Ja. Ja, dank u wel, mevrouw de minister. Ik ben blij dat niet alleen bij collega's empathie en begrip en zalvende woorden blijft, maar dat u nu ook blijk geeft van een krachtig beleid in overeenstemming met de gelegen. Collega's, ik versta niet van wat collega Malfroot aan het zeggen is. De sector is nu bijna 1 jaar dicht en het geduld raakt op, maar ik ben blij dat u nu toch gaat pleiten op het overlegcomité vrijdag om alvast de kappers en de andere niet-medische contactberoepen te heropenen. Gelieve toch wel die steun te bekijken, mevrouw de minister, want die zal financieel, die blijvende financiële steun, die is broodnodig. En gelieve dat ook per sector te bekijken, want de sector heeft het nu heel moeilijk. En ik hoop dat u er niet van uitgaat dat zij, zoals nu verwacht wordt, 60% omzetverlies gaan leiden vooraleer zij recht hebben op een blijvende tegemoetkoming. Dus gelieve begrip te hebben en empathie te hebben voor hun situatie, want zij zitten er al zo lang in en zij willen nu werken, maar zij willen ook winstgevend werken en zij willen op een rendabele manier kunnen aan het werk gaan. Bedankt, ik reken op u.